Yo allemaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik ben Floske en vandaag zijn we hier op mijn tweede account die bijna max is. We gaan vandaag ook voor de allereerste keer zo'n boekje gebruiken om deze Tesla meteen te upgraden. Ik heb er heel veel zin in, ik heb nog nooit zo'n boekje gebruikt. Dus we gaan deze hier gebruiken. Aan het heldenboekje hebben we namelijk nog niet zoveel, want onze barbarenkoning is namelijk max level. Voor de rest wil ik gewoon nog snel even jullie een gelukkig nieuwjaar wensen. Hopelijk kunnen we ook op deze eerste video van het jaar de 200 likes halen. Lijkt me super sick om dat te kunnen halen. Help mij daar even mee, dat zou ik super tof vinden. En laten we nu gewoon meteen beginnen aan deze video. Dus mensen, we hebben trouwens 3 kerstbomen op deze base. Alle 3 aan dezelfde kant en geen van de 3 staat eigenlijk mooi buiten. Dus dat is wel jammer. Maar, zoals ik al zei, gaan we dus deze Tesla upgraden en meteen klaarmaken met dat boekje voor instant upgrade. Ik weet niet hoe het boekje heet. Dus dat gaan we sowieso doen. En we hebben nu ook zo'n boost waarmee we onze kazernes kunnen versnellen. Dat is natuurlijk super chill. We hebben hier ook 5 sterren nodig, want dan krijgen we nog meer extra loot. Maar we hebben dus nog niet genoeg loot. Dus dat betekent dat we sowieso moeten gaan aanvallen. We hebben natuurlijk eventjes wat loot nodig. Dus we moeten in totaal 5 sterren halen. Dus dat moet wel lukken. Hopelijk 2 keer 3 sterren zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Maar als we uiteindelijk niet veel loot vinden hier, soort van, dan pak ik gewoon een makkelijke base voor die sterren. Want dan krijgen we loot van die extra 5 sterren, van die sterrenbonus. Want daar is nu ook een evenement van. En dan vind je zoiets. Dit pak ik met plezier. Dit is weinig elixir, dus dat hebben we sowieso niet nodig. Maar de luchtdefenses zijn ook super laag level en er is redelijk wat goud. Dus hoe gaan we dit hier aanpakken? Ik stel voor dat we 1 draak hier in de hoek zetten en 1 hier. Die gaan dan richting de base uiteindelijk gaan. En dan beginnen we hier ook al met clearen. Natuurlijk, die heeft een boogschutterskoningin. Dus dat mogen we natuurlijk niet onderschatten. Maar level 1 gaat hij eigenlijk niet zoveel doen, denk ik. Dus we zetten hier nu alles in. Wat zit hierin? Zit nice. Ik had al gehoopt dat er loons zouden inzitten. Ik vind dat het fijnste om in mijn klankkasteel te hebben. Een draak en loon valt ook nog reuze mee om in een klankkasteel te hebben. Maar veel loons is natuurlijk veel beter. Want die zijn hier door de base aan het gaan. Defenses zijn gefocust op de draken. En intussen die loons die vernietigen al die defenses. Hier die boogschutterskoningin, die maakt hier wel 1 draak af. Maar uiteindelijk zullen deze 2 draken afhandelen met haar. Dus dat is sowieso geen probleem. En het ziet er nou uit dat dit gewoon een 3-ster is. Die ballonnen gaan hier nu wel neergaan, denk ik. Of nee, die gaan nog best wat damage doen. Die hebben hier namelijk die tonastoren uit kunnen schakelen. En ik denk dat we hier al het goud al bijna hebben. Hier nog 1 kluis en er zijn nog wel wat mijnen. Maar die kluis, dat is eigenlijk de rest. En nog in het klein kasteel natuurlijk, mogen we niet vergeten. En ik denk dat dat zo goed als alle loot is. Dus we kunnen de Tesla al upgraden. Ik denk dat we dat gewoon op het einde van de video gaan doen. Maar wat ik eigenlijk van plan ben, ik zal het zo meteen nog laten zien als we bij de base zijn. Maar we zijn dus bijna max. Het enige wat ik nog kan upgraden is die Tesla. Ik kan die Tesla nog maar 2 levels doen. Naar 5 moet die nog gaan en naar 6. En dan ben ik max. En de aanval is zo goed als gedaan. En we hebben hier alle loot kunnen verpakken. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. We hebben ook de 3 sterren binnen die we nodig hadden voor die bonus. En 31 trofeeën is ook natuurlijk niet slecht. We zijn weer terug op weg naar ons record. Maar wat ik dus aan het zeggen was, we hebben alleen nog maar deze Tesla nodig die naar max level moet. En ik neem dit dus op in 2017 nog. Het is momenteel 30 december. En alleen die Tesla moet nog geüpgraded worden naar level 5 en dan naar level 6. Dus weet je wat dat betekent, mensen? Dat betekent dat we door het boekje dit jaar nog max gaan kunnen worden. Natuurlijk, mijn Tesla gaat niet klaar zijn dit jaar naar level 6. Mijn Tesla zal niet level 6 zijn dit jaar. Maar hij zal wel gestart zijn en dat vind ik zo goed als max. We kunnen bijna naar status level 9 gaan. Dat zullen we doen in het begin van 2018. Hopelijk kijken jullie ernaar uit. Heel veel mensen hebben gevraagd voor een status level 9 let's play. Dus dat gaan we sowieso doen. En hopelijk hebben jullie daar zin in. Oké, guys, we gaan gewoon nu de aanval doen. Hopelijk sowieso 2 sterren. Daar gaan we nu voor, want dan krijgen we nog die bonus. En dan kunnen we intussen tijd die Tesla gaan upgraden. We hebben al genoeg, maar eerst even de aanval achter de rug brengen. En hier was redelijk wat goud, maar ik vond de base niet zo fijn om aan te vallen. Dus ik zie jullie gewoon zo terug als we een aanval hebben. Er is niet zoveel loot te vinden momenteel, dus we gaan gewoon voor deze base. En voornamelijk omdat we eigenlijk de loot niet echt nodig hebben. Want we kunnen de upgrade zo meteen toch al starten. En ik zal off-camera wel even door farmen voor Tesla level 6. Want ja, we gaan deze upgrade instant klaar hebben. Dus ik ga waarschijnlijk vanavond nog proberen dat te doen. Even snel die Tesla naar 6 te starten. En dan hebben we sowieso
een mooie base die max is voor status level 8. En ik zie al sowieso comments aankomen van Frosco, je hebt je troepen niet max, dus je base is niet max. Nou, de base is max. De base zelf is dan wel max, als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, dat is dan al beantwoord. We gaan hier binnen in de base, we hebben maar 2 sterren nodig en we krijgen sowieso al die loot bonus. Dus dat is al 700.000 extra loot. En ik krijg intussen tijd ook nog binnenkort de war bonus, want de war is al bijna afgelopen en ik moet nog 2 keer aanvallen. Meestal spaar ik mijn aanvallen voor later, maar momenteel waren we maar met 2 status level 8 denk ik. En alle status level 8 zijn aangevallen en voor de rest, ja, ik kon weinig meer doen in die war, als je snapt wat ik bedoel. Ik kan het zo meteen wel even laten zien. Maar ik ben nummer 9 en de nummer 8 is al een status level 9. En ik denk dat nummer 10, zowel hun nummer 9 als 10 heeft kunnen 3 sterren, wat natuurlijk nice is. Maar meestal hou ik sowieso mijn aanval voor laatste. Want ik kijk dan even waar dat er nog een ster kan bijverdiend worden en zo. Ik weet niet, misschien hou ik dat voor een aparte video en laat ik dat niet deze video zien. Ik zal nog wel zien. Alleszins, de 2 sterren zijn binnen, ook de 3e ster is ook zo goed als binnen. Barbarenkoning, die had ik misschien hier beter bij kunnen zetten. Maar op zich halen we dit wel. Dit is sowieso een 3 ster. We activeren onze Barbarenkoning zijn ability. En we gaan dan dat boekje gaan gebruiken. En ik heb er best wel zin in, want zoals ik al zei, heb ik dat nog nooit gedaan. Ook nog niet op mijn main account. Sterrenbonus is binnen. En hoeveel duister is, heb ik hier nu in zitten? 4000. Dus we zouden in principe ook dat, hoe heet dat andere boekje? Eventjes kijken. Troepen upgrade. Dat boekje zouden we ook kunnen gebruiken eigenlijk op de Valks. Want we hebben genoeg om onze minions te doen. Ik denk dat ik dat ga sparen voor een andere video. Want dan kunnen we misschien minions instant upgraden ofzo. Ik zal wel zien. Maar laten we eerst nu gaan kijken naar deze Tesla. We gaan hem nu gewoon upgraden naar level 5. 7 dagen, dat doen we niet. We doen daar niet aan. 7 dagen, dat is voor losers. Hoppakee. We doen hem meteen naar 5. En nu moeten we gewoon doorsparen voor die Tesla level 6. En dan zijn we max status level 8. We hebben hier al 1 miljoen in zitten, wat al zeker niet slecht is. We hebben nog 400.000 over. En dan moeten we gewoon eigenlijk nog 1,5 miljoen verzamelen. En dat lukt ons wel heel erg makkelijk. Zeker met die boost die we hier kunnen doen voor de kazernes. Laat ik die trouwens al even activeren. Het is toch maar 1 gem. En ik heb dat nodig voor waar. Dus hopelijk vonden jullie dit een toffe video, mensen. Zo ja, laat zeker even een like achter. Laten we kijken of we voor de eerste video van dit jaar de 200 likes kunnen halen. Lijkt me super sick. Hopelijk wordt dit een tof jaar. Hopelijk blijven jullie mij zo steunen zoals vorig jaar. Ik zou dat enorm tof vinden. Stel je bent nieuw, dan is dit het perfecte moment om te abonneren. Ik ben benieuwd hoe ver we gaan geraken dit jaar. En voor de rest zie ik jullie hopelijk weer terug bij de volgende video. Later, mensen.